Het boek waar ik het over wil hebben is Wolf Hall van Hilary Mantel. En zoals je kunt zien, een heel dik boek. Maar dat is natuurlijk leuk als je het in de bibliotheek leent, dan weet je van tevoren niet hoeveel pagina's het heeft. Ik ben dit gaan lezen. Waarom? Het is een historische roman. Het gaat over een tijd die me interesseert in Engeland. Over de tijd van Hendrik de VIII. En in die tijd gebeurde er van alles, maar hoe zat dat nou precies? Dan kun je een historisch boek nemen, maar je kunt ook zeggen, weet je wat, ik neem een roman en die beschrijven eigenlijk wat er gebeurd is. Dat heeft zij gedaan. En zoals je kunt zien beschrijft ze tot in detail wat er in die tijd speelde. En waarom is dat nou interessant? Omdat eigenlijk in dit boek vertelt ze vanuit de ogen van iemand die observeert hoe je in die tijd de maatschappij in elkaar zat, hoe de koning heerste, waarom eigenlijk de verandering van katholicisme naar de Anglicaanse kerk kwam. En als je zegt, ja maar die feiten, waarom zou ik dat willen weten? Het gaat eigenlijk vooral over hoe mensen in die tijd overleven. Hoe hij zich opwerkt vanuit een lage stand naar een hoge stand. En Hilary Mantel is een fantastische verteller. En daarom steekt ze met kop en schouders boven alle andere boeken uit.